voordat mensen nadenken, het gaat alleen maar over Kolder en randzaken. Jullie hebben elke keer een thema. En er was één keer, volgens mij noemen jullie het ook unaniem als misschien wel de mooiste aflevering. Het ging over afscheid. Waarin jij, Chris, eigenlijk vertelde over jouw moeder, van wie je afscheid moest gaan nemen. Ja. Die kreeg palliatieve sedatie. Zullen we gewoon een fragmentje horen dat je daarna goed. Ja. Op een gegeven moment vraagt ze aan mij om 4 uur, dus een kwartier voordat ze dan uiteindelijk door de huisarts dat spul toegediend zou krijgen, hoe laat het is. En ik zeg 4 uur. En op dat moment zie ik een heel klein blik in haar ogen, wat heel snel gaat in heftige pijn en verdriet van de wetenschap, de realisatie van ja, ik ga nu iedereen verliezen. Op dat moment realiseerde ik me opeens dat het andersom ook waar was. Zij gingen ons ook verliezen. Dat zal ik nooit. Ik vind het zo'n moeilijke herinnering, maar dat. Ja, heel persoonlijk, mooi verteld. Dankjewel. En wat dus ook, dat kan ook binnen die setting van een podcast. Nou ja, dat is ook wel fijn aan podcasts. En zeker als je met vrienden maakt. En je behandelt een thema. In dit geval ging het over afscheid. Dus ik had wel van tevoren nagedacht over het verlies van mijn moeder. En wil ik daar dan iets over vertellen? En zo ja, wat dan? En toen dacht ik, ja, dit is wel een heel intiem moment dat ik met haar deelde. Dat moment van haar hand vasthouden, wat ik net dus vertel. En haar realisatie in haar blik van hoe laat is het nu? Het is 4 uur, mama. En om 4:15 kwam de huisarts langs voor die palliatieve sedatie. En dat die vertrekking, die grimas in haar gezicht, dat vond ik nog steeds heel lastig, maar wel heel mooi om te delen. En het was eigenlijk niet voor per se de buitenwereld, want eigenlijk ook wat Sander net zegt. Je voelt je best wel veilig. In maar had je dat ook gedeeld zonder dat het een podcast zou zijn? Ik denk minder snel. Want ik denk wel doordat je een podcast hebt en doordat je een thema bespreekt in ons geval, dat je dan ook wel een bepaalde hoek opzoekt waar je het over wil hebben. Ik denk niet dat ik zou dit verhaal niet zomaar in de kroegtafel vertellen. Even trouwens, ik heb nog een heel pijnlijke herinnering aan mijn moeder die niet meer leeft. Nee, precies. Nee. Dus het kan voor elke vriendschap bij wijze van spreken wat opleveren als je een podcast gaat. Ja, omdat het je een beetje dwingt om bepaalde thema's te gaan bespreken. Ja, absoluut. Want het bevrijdt ook wel. En het heeft ook wel heel erg geholpen in het verwerken van het verlies in mijn geval. Ja. Omdat ik dat heb uitgesproken.